Anke, goedemorgen, hoe is het? Het is goed met mij. Ja, maar het is even anders, want eigenlijk ben je helemaal niet meer in dienst. Je bent met Nee, ik pensioen. ben nu uitgewerkt, ik ben met pensioen en ik vind dat een van de vreemdste dingen die mij ooit is overkomen. Want ik ging altijd met heel veel plezier naar mijn werk en op een gegeven moment krijg je brieven van allerlei instanties. En je baas die gaat zeggen van nee, er komt een datum van, dan is het klaar. En ik barst nog van de energie en van het plezier in het werk. Ja, dus eigenlijk had je nog helemaal geen zin om met pensioen te gaan. Nee, Nee. helemaal niet. Terwijl anderen die gaan echt kruipend hè, naar het pensioen. Ja. Maar ik vind het zo tegen natuurlijk. Dus. Ja, maar welk jaar ben jij begonnen bij de bibliotheek? Even bij de ZB? Dat is 33 jaar terug, dus 33 jaar. 1986. Ja, Maar dat. daarvoor heb ik andere functies gehad, hè. Ja. In het onderwijs eerst. En later heb ik de bibliotheekacademie gedaan in Deventer. En Oké. van daar naar Lelystad. En daar ben ik een tijd hoofd van de jeugdbibliotheek geweest. En dan weer later via Vlissingen richting Middelburg. Maar je bent wel van oorsprong een Zeeuwse, toch of niet? Ja, ik kom uit Ja. Veren. Ja. Ja, ik Dus kom je hebt van echt een. allerlei omzwervingen gehad voordat je weer Ja, terug was in ja, je ja. provincie. Ja. Oké. Maar ook gelijk in het begin al naar de Pedagogische Academie ben ik ook gelijk een jaar naar buitenland gegaan. Naar Israël, dat was toen nog de meest goedkope manier om zo ver weg. In een kibbutz. In het kibbutz, ja. Ja, dat hoorde je vroeger wel vaker. Ja. Ja. En Maar dus. ik kan iedereen. Ja, alle jongeren ook adviseren, ga reizen voordat je gaat Voordat je werken, ja. landt. Maar goed, toen ben je op een gegeven moment dus wel geland in 86. Toen was denk ik de ZB net een jaar open. Hier zo. Ja, ik ben begonnen in Vlissingen en dat was nog onder de Provinciale Bibliotheekcentrale. En hoe laat het hier, of welk jaar het hier precies openging, weet ik ook niet. Maar ik ben hier terechtgekomen bij de inlichtingenbalie beneden, bij de Algemene Dienstverlening. Wat we nu de klantenservice noemen, zeg maar. Ja, want dat was nog wel een verschil. Ja, wij gaven informatie over literatuur, toch ook. Later bij het Zeeuws Documentatiecentrum, wat ik ook prachtig vond. Dat is natuurlijk toen nog helemaal in opbouw was dat toen nog. Ja, maar ook de collectie. Het heeft mij zo verrijkt. Ik wist niet dat er zoveel moois was. Nee. En het waren vreemde tijden, maar Arnold Wiggers, die nu ook af en toe hier in Middelburg weer overal Van die rondleiding onder meer, met rondleidingen zijn hoed doet. op. Maar die kon toen al heel goed vertellen. Dus, Ja. en dat vond ik leuk. Ja. Maar later ben ik dan bij de onderwijsbibliotheekdienst gekomen. Ja, waar we nu in zitten. Vroeger zaten jullie boven, nu zitten jullie in het Zoeteren. Ja, En we hebben allerlei plekken gehad. je collega's zeiden net al, we gaan er wel missen. Want jij was ook heel veel bezig met collectievorming voor Ja, scholen. ja. En dat deed je met verven, begreep ik net. Dus, Ja, nou, mijn functie wordt nu niet vervangen. Dus dat betekent dat er in eerste instantie veel minder collecties naar de scholen zullen gaan. En dat is, ja, dat vind ik heel jammer. Die dans om de subsidies nu, het is echt volstrekt onvoorspelbaar. Ja. En wat wij deden was gewoon echt voor 200 scholen in Zeeland. Steeds collecties leveren over allerlei onderwerpen. En dat zal mogelijk wel iets minder worden. Maar het kan ook dat er meer in de schoolbibliotheken geïnvesteerd gaat worden. Ja, ik weet ook nog dat jij bijvoorbeeld graag schrijft. En je hebt ook een brief geschreven op het intranet van de ZB. Die mag ik ook plaatsen bij dit bericht. Dus dat ga ik ook doen. Ja. Maar ik weet ook nog van de tijd van de 23 dingen dat Oh jij ook ja. een behoorlijk fanatieke blogster was of een blogger. Laat Ja. ik de mannelijke vorm gebruiken. Ja. Maar is het ook niet een mooi moment om wat meer te gaan schrijven weer nu je met pensioen bent straks? Ja, ik ben 5 jaar terug verhuisd en die creativiteit die is misschien in de verhuisdoos blijven hangen. Laat ik het zo even diplomatiek zeggen. Ja, Maar nu begint het weer te beetje te kriebelen. kriebelen. Ja. Dus we kunnen misschien nog wel publicaties online van je verwachten. Nou, even na de zomer ga Ja. ik daar wel over nadenken. En natuurlijk ga je verder met andere dingen. Ik werk ook bij de kringloop, bij Terre des Hommes. Oh, echt waar, ja. Ja, dat is ook een Hier in fantastisch. Middelburg. Ja. Oké. En daar doe ik ook met andere collega's de boeken die daar binnenkomen. Nou, Die je zit boeken. gewoon nog in je vak Ja, daar. daar zit ik ook Ja. in mijn vak. Nou ja, Maar super. wat ik eigenlijk wel altijd leuk vond hier ook, en dat merk ik ook van wanneer ik nu een berichtje krijg van zeg maar de Kinderkunstweek hè, voor volgend jaar, dan is het thema bomen. Hè, bomen in de kunst. Ja, en dan gaat alles kriebelen. Hè. Zit jij weer gelijk met Dan zit ik gelijk van, oh, kijk eens wat voor mooi spul wij hebben. Kijk eens. Oh, kijk, uitklaar, pop-up boek. Oh ja. Ja, dat zijn mooie. Maar wat ook altijd heel leuk is, om Middelburgers tegen te komen in boeken die wij hier hebben. En ik heb er een paar apart gelegd.
Ik wil altijd een pleidooi houden voor Fleur van der Bijl. Ja, maar het is een hele eer, hè, wanneer zij gevraagd wordt om dit boek te illustreren. Dus daar ben ik wel trots op. Zij heeft ook Super Guppy altijd mogen doen. Oké. Okay. Dat ken ik helemaal niet, deze boeken. Maar, Nee, maar dat is een begrip in de jeugdliteratuur. Ja. Maar dat is dus een Middelburgse dame die betrokken is bij die boeken. De afkomst uit Middelburg. Ja, op die manier, ja. Maar dan heb ik hier nog één, waar ik dan ook altijd blij van word. Ik zal hem even zoeken hoor, want deze, die ken je ongetwijfeld ook. Jan-Peter Muilwijk. Oh, mooi. Ja. Dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. En dan zit je daar beneden in de magazijnen die collecties te maken en dan kom je Middelburgers tegen. Wat was nou jouw absolute hoogtepunt in deze afgelopen jaren? Weet je dat uit je hoofd? Wat ik altijd prachtig vond, wel de uitreiking van de Zeeuwse Boekenprijs. Ah, oké. Al die bijeenkomsten, de reuring, de spanning daarvoor van wie gaat het worden? En dan alles lezen en dan met elkaar kijken van oh, dit. Je kijkt hoe dan ook met heel veel plezier terug op je carrière. Nou, dat is goed om te horen. Ja. Ja. Dan rest mij niets dan jou bedanken voor al je jaren hier en voor je inzet. En voor alle mensen zal ik dan zeggen, wil je haar zien, ga dan even naar Achter de Houtduinen. En dan kan je altijd nog terug voor jou en een boekadvies. Dan zit ik wel in de magazijnen ook hoor. Ja, maar dan halen we je daar gewoon uit. Hè? Ja. Dat kan dan nog. Nou, dankjewel voor alles en het gaat je goed. Dankjewel, Edwin.